Amber, je hebt het jouw team moeilijk gemaakt, hè? Het ging goed met jullie. Ja, het ging heel goed. De eerste 20 minuten van de eerste helft ging alles vlot. De tweede helft van de eerste helft ging al moeilijker. We kwamen er moeilijker uit. Zij zaten ook goed druk. Maar in de tweede helft hebben we het goed terug overgenomen. Spijt dat Annelies en sommige anderen nog de kantjes misten. Anders kwamen we op dezelfde hoogte. Maar voor de rest hebben we goed druk gezet en we hebben ook Genk het moeilijk gemaakt. Dus ik denk wel dat het goed was gegaan vandaag. Jullie maken dan die schitterende gelijkmaker. Hè? Dan is er hoop, als ik het zo mag uitdrukken. Ja, inderdaad, er was hoop. Het ging ook makkelijk, vlotter toen. We kwamen meer in het spel. Ja, zoals ik al zei, de kantjes kwamen er alleen jammer van dat we het niet hadden afgemaakt. Want anders sprongen we erover en dan ging het misschien nog beter. Strafschop of niet? Ik zag het niet van mijn positie, dus ik kan er niks over zeggen. Diplomatisch antwoord. Nu terug alle pijlen op KRC Genk gericht. Ja, inderdaad. Ik heb zin in een nieuw seizoen. Ik ben ook met de A-ploeg mee in het trainen. Ik ga er ook vol voor gaan. En ja, we zullen wel zien waar we komen. Ik wens je veel succes. Dank u wel.